In deze video laat ik jullie zien hoe je deze mooie bloem sleutelhanger kan maken. Je hebt 2 meter materiaal nodig en een ringetje. Als je nou niet 2 kleuren hebt van 1 meter, maar van 2 meter lange draden, laat ze dan aan elkaar en dan kan je later nog kiezen of je er ook nog een ketting van maakt. Maar in ieder geval met 2 meter kan je werken, want dan krijg je deze korte bloem met een kort touwtje. Je hebt 2 kleuren nodig. Daarvan zoek je het midden op. Dat is bij mij hier. Dat is het midden. We gaan niet in het midden werken, maar we gaan nog een klein beetje opschuiven tot de helft. Dat is hier. Dus aan deze kant zijn ze kort en aan de andere kant zijn ze 75 centimeter lang. 2 draden. De oranje wil ik boven. Daar ga ik een klein lusje mee maken, achterlangs, op deze manier. De andere draad ga ik ervoor langs leggen. Want als ik dan het lusje afmaak met een klein lusje erdoorheen, dan vang ik hem. En dan maak ik het een beetje op slot. Kijk. Dan heb ik een lusje. En als ik hier aan trek, dan wordt het lusje kleiner. En hij kan ook nog groter worden. En die andere die zit vast. Zit er precies in. Dat is je beginlus. Deze draad, die blijft in het midden. Dat is eigenlijk je armband, zoals bij de andere dingen. Dat is de kortste draad. Dan gaan we zorgen dat deze andere kleur, dat die ook kort wordt. Nu is hij nog heel lang. En we gaan hem opschuiven, totdat hij net zo lang is als de oranje. Zo, dus dan heb je 2 kortere draden in het midden. De armbanddraden, of de bloemdraden. En je hebt links en rechts knoopdraden. En je ziet het al, de bloem is gemaakt met een cobra steek. En die maak je op deze manier. De lus voorlangs alles. Deze alleen voorlangs de draad en achterlangs. Dit is de halve cobra steek. Dan gaan we gelijk door met de volgende. Dan gaat die terug voorlangs. En deze weer achterlangs erdoorheen. En net als bij de libellen gaan we een bloemblaadje maken aan 1 kant. Dus we gaan niet onze vingers in allebei de kanten houden en trekken, maar alleen aan deze kant. Dus deze mag wel strak. Dan ga je alles aantrekken met je vinger in deze. Kijk, dan heb je een lusje, doordat je je vinger ertussen had en de andere kant niet. Dus die mooi strak. Dan gaan we de volgende cobra steek maken. Dit is de ene helft. En daarna weer terug de andere helft. Dan doe je je vinger in de lus. En dan trek je alles goed strak aan. Nou, je ziet al dat hij al een beetje krom gaat. Doordat de bloemblaadjes aan 1 kant komen. Ik ga nog eventjes 3 andere bloemblaadjes erbij maken. En dan laat ik zien hoe je hem verder afwerkt. Nou, nu zie je nog de startlus van de bloem. En eigenlijk loopt die draad helemaal door. Dus als ik aan deze zou trekken, dan wordt deze weer klein. En dit zijn de bloemblaadjes, allemaal nog netjes op een rij. En wat we nu gaan doen, is hem rond trekken. En dat doen we door de 2 draden, de lusdraad die er helemaal doorheen is, en de andere hier doorheen te halen. En dan trekken we aan de oranje. En die maakt dan deze lus strak. Let maar op. Best wel wat kracht. Je ziet dat hij dan opschuift. En dat hij dan alles bij elkaar houdt. Goed hard trekken. Zie je dat het dan een bloemetje wordt? Nou, je hebt nu 4 draden hier. De 2 korte, die hou ik even als armbanddraden. En links en rechts de 2 grote, lange. Daar ga ik nog een cobra steek mee maken om alles goed vast te zetten. Voorlangs. En we voorlangs. En nu is het niet meer een bloemblaadje. Dus nu kan die gewoon strak. En weer terug. Voorlangs en voorlangs. Nou, goed alles aantrekken. En dan gaan we onze bloem bekijken.
Dit is de voorkant geworden. Kijk, hij is helemaal omhoog gekomen als een echt bloemetje. Deze twee gaan we het ringetje aan vastmaken. Dus we gaan deze afknippen. Het ringetje zit erin. En dan gaan we ze aan elkaar maken. Je pakt een schaar. En een aansteker. Hou ze allebei goed vast. En dan doe je ze tegelijk in de vlam. Een paar tellen even smelten. En dan hou je ze tegen elkaar aan. Raak het niet aan, want het is heel warm. En na ongeveer 10 tellen zal je zien dat het gesmolten aan elkaar zit en afgekoeld is. En we hebben het ringetje erin. Dus die is klaar. Nou, dan is het nog het laatste afhechten van links en rechts van de cobra. En dat doe je door een paar millimeter voor het eind te knippen. En even 3 tellen in de vlam te houden. Altijd aandrukken met de aansteker. En de laatste. Nou, als je niet 1 meter draad gebruikt had zoals ik, maar 2 meter lang draad, dan had je dus hele lange stukken overgehouden. En dan kan je er een ketting van maken. Nog even aandrukken. Dan waren deze twee heel lang geweest. Zoals bij deze. En dan had je eigenlijk helemaal aan het eind pas moeten afhechten. Dus wil je een ketting of wil je een sleutelhanger? Welke ga je maken?